We hebben hier drie Bijbels. In welke is profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam voorspeld? Ik denk dat je deze claim nooit kan maken. Reden 1 heeft te maken met: hoe weet jij wat corrupt is als je niet weet waar de originele Bijbel is, toch? De tweede heeft te maken met: welke vers in de Bijbel voorspelt profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en om welke reden? Als je dan die vers aanwijst en nu typt in de reacties, hoe weet jij dat die vers niet corrupt is of niet is aangepast? Want elke Bijbel is corrupt en de originele is zeg maar niet meer te vinden. Dat is zeg maar mijn argument. De derde heeft te maken met dat je uiteindelijk de claim moet gaan maken dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam voorspeld is in een Bijbel die corrupt is. Want je kan niet de originele aantonen en je moet het nu in een corrupte aantonen. Dat vind ik allemaal niet kloppen. Ik wil open dialoog creëren tussen moslims en christenen. Mijn ouders komen van de oorlog in Bosnië. Niemand wil oorlog, ik wil vrede en we moeten er open over kunnen praten.